Zit je op de wc? Nee. Ah, hallo. Wat zei je nu? Ik ben Tijgertje. Massa. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we voor je. Ik heb net mijn bril kapot gemaakt. Allee, ook dan. Ik heb mijn bril is kapot. Morgen. Dus de reis begint goed met een kapotte bril. Dus mijn bril is kapot. Zo begin je de reis. Echt geweldig. We gaan nu naar Oostenrijk. Dit wordt de 8 dagen lange dagelijkse vlog. En we hebben de reis echt geweldig begonnen. Want ik vind de oplader niet van mijn grote camera. En nu gaan we naar Eindhoven rijden. Hey, ja. Gaat mijn leven. Yo. Had jij je leven ook? Ik zeker niet. I love my life. A few moments later. We zijn in Eindhoven. Het is 2 uur later. Het is een wonder dat mijn mama nog niet in de muur is gereden. Want een vrouw aan het stuur is bloed aan de muur. Kijk eens, stil zijn. Ik probeer hier wel een vlog op te nemen. Hè. Ja, excuseer. Mama, proficiat dat je niet in de muur bent gereden. Dikke duim. Ik weet ook niet waarom we met het vliegtuig naar Oostenrijk gaan. Dat is het belachelijkste ooit. Maar oké, wel fucking nice. Dames en heren, de pickfest van de dag. Vandaag een geweldige pickfest. Echt, wow, ik sta er wat van versteld waarom die leerkracht die vis niet wegdoet. Maar oké, het is gewoon een mooie pickfest. Ik heb ook een leuke stift mee. Want met deze stift gaan wij de pickfest internationaal maken in Oostenrijk. Dus dames en heren, het wordt een fucking vette week. Doe zeker duimpje omhoog. En oké. Ja. En zo zitten wij fucking random in een auto ding. Fucking hoog in de lucht, ergens in Eindhoven. Ik stel jullie even voor aan mijn roadtrip matties. Dit is mijn mama. Ja, de. Ja. En dit is Poetin met haar Russische jas. En zij gaat ook mee voor de sfeer en de gezelligheid. Big shout out. Maar dragen jullie maar al de bagage, want ik ga echt niks doen. Fuck jullie. Wat is er? Doe je jas aan. Ik ga mijn jas niet aandoen. Ja, je moet. Kom aan, zeg mama. Moet ik dat dragen? Dat gaat volgens mij niet gebeuren hoor. Omdat ik international ben? Ja. Dikke sandwich met bacon en ei. Let's go. Ik heb nog nooit eigenlijk gegeten bij de Starbucks, maar ik doe het nu toch dus. Let's go. We moeten nu nog een uur wachten op de luchthaven, want zoals altijd zijn we gewoon weer fucking veel te vroeg. En is er hier geen hol te doen. Ja, dus we zitten hier nu gewoon overpriced drankjes te drinken. Ze hebben voor een keer wel mijn naam goed geschreven, dus dat is eigenlijk wel awesome. Dus dames en heren, ik zie jullie op vliegtuig of ergens anders als er hier iets gebeurt. Als het begint te branden of zo. Ja, dus ik ben net tegengehouden omdat je hier niet mag filmen blijkbaar. Maar we doen het toch, want ik en mijn liefdadige Russische oma, we stoppen nooit. Het enige wat we nu gaan doen is wachten op ons vliegtuig. Want het is hier, weet ik veel, cafetaria of zo. Ik snap het zelf niet zo goed. En dan gaan we zo meteen op het vliegtuig. En het gaat sowieso dikke gang zijn op het vliegtuig. Want het wordt een goed feest. Hebben jullie hier zin in? Yes. Allee. Brovi. Beetje brovi zien. Nee. Dus ik zie jullie als het dikke gang wordt op het vliegtuig. En we gaan naar een feestje bouwen samen met deze mensen die ook aan het wachten zijn. Dus, yes. Er is veel volk in het vliegtuig. Hallo aan de mensen in het vliegtuig. Hallo moeder. A, B, C, D, ik zit gewoon hier. Hè? Mama gaat naar het vliegtuig. Er is iets met het vliegtuig. Deze dude staat al fucking lang te kijken naar deze vleugel. Er is iets met die shit. Allemaal mensen komen de hele tijd kijken en zo. Hopelijk stijgen we nog op. Something wrong with the thing, with the wing. Hopelijk komt het goed. Er is een derde meneer komen bijstaan. Nog steeds problemen met de vleugel. Maar ze staan nu met 3 te kijken. Dus het is echt geweldig. Super cool. Ik hoop dat we nog op tijd opstijgen. Want zoals het er nu uitziet, klapt deze vleugel gewoon niet goed uit. Dus ja. Hopelijk komt alles goed. Er wordt getelefoneerd. I don't know what's wrong with the plane. Ik hou jullie op de hoogte als er nieuwe updates zijn.
We zijn veilig aangekomen in Salzburg en nu zijn we aan het wachten op de bagage. Daar is die rare rolding. En ja, dat is altijd super cool. 10 jaar wachten voor je je koffers hebt. Er is niet eens zekerheid of je je koffers gaat krijgen. De kans is groot dat ze gestolen worden. Maar we bekijken het positief. Ja. Ben je aan het chatten met je nieuwe boyfriend? Yes, sir. Yes, sir. Ja, nou zeg, wat een leuk gesprek. Ik heb een smiley. Een wat? Smiley, wat? Ah, dat zijn smiley. Dat zijn smiley. Als ik mijn koffers heb, is het een wonder, maar ik denk niet dat ik ze ga krijgen. Dus, we hebben onze bagage super snel gevonden en nu staat mijn snowboard hier gewoon buiten. Gewoon, je kan het meenemen alsof het zou niet mijn snowboard zijn, maar ik kan hem gewoon nemen. En we gaan nu naar ons hotel. Wow. Shit. We gaan nu naar ons hotel. Super chill. Ik heb gewoon alles super snel. We hebben mijn snowboard, alle bagage. Ik heb er veel zin in. Dames en heren, welkom in Oostenrijk. Eventually. We gaan nu met de taxi naar ons hotel. Super awesome. Yay. Wow, we zitten in de taxi. Wow, dat is super cool, man. Wow, we zitten in de taxi. Wat vind jij ervan? Niemand boeit, je mening boeit niet. Dus we zitten nu in de taxi. Super cool. Let's go. We worden gebracht door een man van leeftijd. Ik hoop dat wij nog levend aankomen in ons hotel. Volgens mij is de chauffeur van deze taxi blind. Gelukkig verstaat hij niet wat ik zeg, want anders zou het belachelijk zijn. Maar dus, shout-out naar deze man, hij gaat ons brengen. Dik shout-out. Let's go, dik shout-out naar jou. Na fucking lang in de auto zitten, zijn we eigenlijk aangekomen bij ons hotel hier. Ik toon jullie iets zo, ik toon wel een goede room tour, hotel tour ofzo. Poetin, we zijn aangekomen bij ons hotel, vind je ervan? Prachtig, magnifiek. Ja, ik neem jullie mee naar binnen. Ich liebe dich. Thanks for the ride to the hotel, man. Appreciate it, man. Geen reactie. Het interesseert me niet. Meneer, thanks voor de lift. Je bent een fucking baas. Likes. Oh, het zijn mijn dag. We zijn aangekomen bij ons hotel. Daar is het. Die mevrouw staat daar al. We gaan naar binnen. Dames en heren. Let's go. Hey. Kamer. Let's go. Nou, dat is een mooie bed voor mij en mijn mooie snowboard. Ik denk dat de mensen van dit hotel willen dat ik dronken word, want ze hebben hier gewoon een nog fles champagne gezet. Ik snap het zelf niet goed, maar ik weet wel dat ik hem helemaal ga opdrinken, dus het komt helemaal goed. Zijn jullie klaar voor de roomtour? Ik hoop het, want dit is de roomtour. Dit is mijn bed, dit is het bed van mijn mama, dit is de flatscreen, daar is de terras. Maar het ziekste aan heel deze kamer, sowieso de badkamer. Voor de elektriciteit moet je natuurlijk dit zo doen, oké? Dames en heren, dit is de motherfucking badkamer. En het coolste hieraan is sowieso dat ding. Maar holy shit, pannenkoekdouches zijn fucking awesome. Er is hier ook een bad en een dingetje en een spiegel en een haardroger. Natuurlijk, het toilet mogen we ook niet vergeten. Dan hebben we hier een paar kasten. Yay, leuk, kasten. Wow, shit, er is hier een kluis. Super awesome. Dan is er ook nog een stoel hier. Hele mooie stoel. Wow, amazing. En natuurlijk de minibar die vol zit met meer wijn en meer drank. Maar ik ga even alles uitpakken. Mijn laptop klaarzetten en zo en de setup klaarmaken. Want we moeten dagelijkse video's uploaden. En zometeen ga ik gewoon nog even in het stad gaan. Want ik moet nog een paar dingen kopen. Anders gaat het niet goed komen. En holy shit, het uitzicht is wel mooi. Kijk, daar is er een mooie berg. En wow, amazing. Dus ik ga even de kamer klaarmaken en zo. En dan gaan wij leuke dingen doen. Want er is hier ook een mooi zwembad. Dus dames en heren, let's go. Dan zijn we ook alweer in de stad Islamzee zelf. En ik heb mijn snowboard mee hier zo. Ik heb nieuwe snowboardschoenen nodig. Want mijn voeten zijn echt gegroeid. Niet normaal dit jaar. En ik heb een riem nodig. Want mijn broek is super veel aan het afzakken. Dus we gaan het allemaal doen in Islamzee. En ik kan jullie zeggen, het is een fucking coole stad. Heel klein, maar wel cool. Veel cooler dan Blankenbergen. Dus we zijn hier samen met deze twee randompjes. En we gaan in de stad. Dus let's go. Dat zijn dus mijn nieuwe snowboardschoenen. Super awesome. Ik heb zelf voor betaald. Je weet toch, YouTube money's, alles. We zijn hier nu in zo'n ski-winkel. Niet ski-snowboard-winkel die wel awesome is, waar ze fucking vette dingen verkopen. Voor carnaval ga ik misschien ook hierheen komen en dan gewoon dit... Shit. Dus, tweede keer proberen. Voor carnaval ga ik misschien deze koeienwansie komen halen. Want het is hier pas carnaval de dinsdag. Dus, ik weet niet, ik vind hem wel awesome. Dus, misschien de koeienwansie komen halen. Maybe. We staan in de kleinste, maar toch de drukste supermarkt van Gelderlandzee. En ik heb even een coole tip voor jullie. Het is bijna Valentijn. En voor Valentijn moet je natuurlijk een pakje kopen voor een meisje of zo. Als je geen idee weet, het beste Valentijns cadeau is... Een motherfucking komkommer. Dus, weet jij niet wat je moet kopen voor je vriendin? Gewoon een komkommer geven. Ik zou niet weten waarom, maar... Is de komkommer het beste Valentijns cadeau? Absoluut. Oké, dan. Hey. Dit
is mijn setup voor de komende week om te bewerken. Ik weet dat het is belachelijk. Maar ja, we moeten het hiermee doen. Ik weet niet wat de fuck dit is, maar het zag er lekker uit. Dus let's go. Oké. Het zijn gewoon beertjes. Fucking lekker. Wow. Ik heb gelopen zo snel als ik kan naar deze winkel. Want er is echt de winkel die ik nodig heb om een oplader te kopen. Hier staat mijn camera, de Canon 70D. En ik denk wel dat ze hier gewoon mijn oplader verkopen. Maar de winkel is gewoon niet open. En ik denk dat de winkel ook pas overmorgen terug open gaat. Dus ik ga nu gewoon met de GZVX moeten blijven filmen. Wat niet echt een probleem is, man. Het is jammer. Dus alsjeblieft, winkel, ga open. Ga open, alsjeblieft. Ja, ik ben hier helemaal naartoe gelopen. Echt gerust. En nu sta ik hier in the middle of nowhere. Ik weet zelf amper waar ik ben. Maar ik ga de weg wel terugvinden. Oké, ik zie jullie terug als ik in het hotel ben. En als ik het hotel niet film, dan zie ik jullie ook terug. Dus, let's go. Het is tijd om te gaan eten. Want, I don't know. Het is gewoon 7 uur en ik heb honger. En mijn mama wil gaan eten en ik wil gaan eten. Dus ik neem jullie mee naar het restaurant. Ik weet alleen niet precies hoe ik er moet komen. Maar ik vind het wel. En ik neem jullie mee. Want ik denk wel dat het fucking epic gaat zijn. Dus dames en heren, let's fucking go. Dikke gang aan de restauranttafel. De sfeer is weer supergoed. Oké, maar ik heb honger, dus let's go. Ja, ik was al beginnen eten. Ik had het moeten filmen. Dames en heren, smakelijk. Smakelijk. Smakelijk, Poetin. Eten is sowieso mijn favoriete deel van de avond. Gewoon omdat, ja, het is gewoon lekker. Dus ja, gewoon. Oké, dus we staan momenteel in het skikot, skibergen, ik weet niet hoe we het moeten noemen. En we zijn even aan het checken wat we hier allemaal hebben laten liggen vorig jaar. Op de een of andere manier voelde het zo raar, omdat ik heb zo gepraat met mezelf in de toekomst. Vorig jaar zei ik, ja, volgend jaar ga ik waarschijnlijk mijn kostuum vergeten. En ik heb gewoon mijn frosty swansie hier laten liggen. En die kan ik dit jaar nu aandoen om te gaan snowboarden. Fucking chill. Thanks. Dat dan van vorig jaar om die hier te laten liggen. Ik ben een fucking baas. En ja, nu gaan we gewoon alles klaarzetten voor morgenochtend. En dan gaan we waarschijnlijk gaan slapen. Dus dames en heren, ik hoop dat ik jullie een beetje excited heb kunnen maken voor de week. Want hierbij ga ik de vlog afsluiten in het skikot samen met El Madros. Dus wat moeten ze doen? Liken. Dus dat is super cool als we wat likes kunnen halen op deze eerste vlog. Ik ga dit de volledige week doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ben Acid. Morgen gaan we snowboarden. Let's fucking go.